7, 7, juist wel. Dat is voor het startpunt. Start is gevallen. Juist wel begint met een klein achterstandje. Aan de binnenkant is goed begonnen Matthias El Boco. Galoppade daar van Idem de Vauville. Die maakt een onstuimige fout. En gaat, uitgeschakeld nummer 5. Nummer 5 galop. Het veld ruim. En nu gaat ook Incroyable Muze van de benen in de eerste bocht. Verliest daardoor plek 2. Uitgeschakeld nummer 2. Nummer 2 galop. En het is Matthias El Boco die daar nergens last van had. Die heeft alles achter zich op dit moment. Die leidt met rood en gatter. Paarden gaan de rechte lijn overzijde in. Tweede plek erachter is voor Havana Norg. Op plaats 3 volgt dan Takeoff. En de vierde plaats daarachter is voor Donna Trixton. En een paar lengte daarachter juist wel. Daar zien we Donna Trixton dus op plaats 4 liggen. 15-9 de opening, de favorieten. En de tweede favoriet ligt op kop, Matthias El Boco. En die gooit er een behoorlijk tempo voor. Matthias El Boco wordt vandaag getest voor de TCT Gold Cup. Die gaat de bocht in. Daarachter op de tweede plek aangesloten, Donna Trixton. Derde plaats daarachter is voor Takeoff. Dan daarachter, dat is Donna Trixton. Daarachter volgt dan op de vijfde plek juist wel. Zo gaan de paarden de bocht door, komen de rechte lijn voor de tribune in. En Rotegatter gaat er eens even lekker voor zitten achter Matthias El Boco. Matthias El Boco gaat zometeen de tweede tussentijd op de klokken zetten. Daarachter op de tweede plaats Havana Norg. Dan volgt Takeoff, dan Donna Trixton. En de laatste plaats voorlopig voor juist wel. Tweede tussentijd 19-7. Dan gaat de eerste kilometer op een voet van 1.17.8. Gaat de laatste kilometer in. Matthias El Boco leidt. Nu gaat Takeoff naar het tweede spoor. Achter hem aan gaat Donna Trixton. Dat gaatje wordt onmiddellijk benut aan de binnenzijde door John Dekker met juist wel. Paarden ronden de bocht. En gaan de rechte lijn overzijde weer in met Matthias El Boco aan de leiding. Matthias El Boco, Takeoff aan de buitenkant, komt dichterbij. Neemt Donna Trixton mee. Aan de relingzijde liggen dan Havana Norg en daarachter juist wel. We hebben nog zo'n 6.500 meter te gaan. En de leiding is in handen van Matthias El Boco. Paarden gaan op weg halverwege de rechte lijn overzijde naar de laatste bocht. En de leiding is voor Matthias El Boco. Matthias El Boco, daarachter Takeoff aan de buitenkant. Die probeert dichterbij te komen, maar Rotegatter geeft hem op dit moment weinig kansen. Dat doet hij halverwege de Tjarda bocht. Donna Trixton ligt op plaats 3 en die gaat nu een halfspoortje naar buiten. Daar komt zometeen nog een versnelling van. Tenminste, daar hoopt Bakker op, want hij is de merrie wel aan het motiveren op dit moment. En de paarden zijn in de laatste rechte lijn. Matthias El Boco leidt. Matthias El Boco, Takeoff aan de buitenkant. Daar komt Donna Trixton aan de buitenzijde. Rotegatter nog altijd. Matthias El Boco leidt. Matthias El Boco, 2-3 lengte. Loopt zo naar huis. 16-9 de laatste 500 meter. Strijdt nog wel voor plek 2. Matthias El Boco is goed. Daarachter op de tweede plek. Aan de relingzijde Takeoff. Nog net voor Donna Trixton. 17-5 voor de winnaar.